Nee, funding is zeker niet de norm. Hè. Ik denk dat de minderheid heeft funding nodig, de meerderheid die bootstrappen. Meer nog, hè. De meerderheid zijn eigenlijk, hij combineren dikwijls een consulting job, hè, waar dat je op een of andere manier freelancer zijn, advies geeft naar bedrijven, in combinatie met het opzetten van een start-up product of service dat schaalbaarder is. En maar meestal doen ze dat wel ergens in een niche. We hebben heel veel ja, start-up, de Gentse Tech bijvoorbeeld, die mannen, dat is een start-up die een digitaal systeem hebben voor operatoren. Of dat dan nu van voedselbedrijven is of van grote chemische sites enzovoort. Maar die komen ook van die industrie. Die zijn met dat product ontbouwen, maar uiteraard zijn die ook beschikbaar als consultant en doen die projecten voor die industrieën. Op die manier leren die hun industrie nog beter kennen. Zien die ook nog meer hoe groot dat de problemen zijn die zij met hun product kunnen oplossen en bouwen die tegelijkertijd aan hun product. En eens dat jij zo 6 maanden, 12 maanden ergens als consultant een aantal projecten goed hebt opgeleverd en de gelegenheid is daar ineens om met je product te kopen, is dat ook gemakkelijker op die manier. En zo zet je ook op bootstrappen, omdat je van je consulting kunt van leven. Als je 2, 3 dagen per week een consulting job doet, en daarnaast dan je product werkt. En de CTO, degene die een echt het product bouwt, die werkt dan meestal 5 dagen in de week aan het product. Maar de consulting opdrachten worden niet als freelancer op ene zijn rekening gestort, maar op de vennootschap. En wordt verdeeld ook over die CTO die een product ontbouwen is, uiteraard. Dus dat is dan het grotere verschil met een freelancer, dat het niet allemaal de ene persoon gaat. Maar dat doen, de meerderheid doet volgens mij nog altijd dat, zeker in de beginfase. Ja. Maar komen die mensen dan ook naar start-up? Heb je zo mensen daar? Of is het eerder dat ze bij jou terechtkomen vanaf het moment dat ze funding nodig hebben, bijvoorbeeld? Nee, want funding is maar, nee, nog eens, er wordt te veel. Funding is meestal, dat is geen doel, dat is een Nee, middel. uiteraard niet, uiteraard. En funding, dat ga je meestal in België pas beginnen ophalen, of je gaat er pas mee beginnen, vanaf dat je product market fit hebt. En dat is trouwens niet alleen in België zo. Hè. Er zijn een aantal teams die dat kunnen, zonder dat je product market fit hebt. Hè. Maar dan heb je meestal een palmares, bij wijze van spreken. Als je een serial ondernemer bent en je hebt al een track record om u tegen te zeggen, en je hebt al een netwerk enzovoort, en mensen investeren meestal in het team en in de tweede plaats in het product dat ze aan het bouwen zijn. Er zijn enkelingen die dat kunnen, maar de meerderheid, die gaan pas naar funding. Dat is een logisch gevolg, omdat ze product market fit gevonden hebben en dat er zelfs mensen zijn die komen vragen, eigenlijk al geen funding nodig. En dat je dan ineens ziet van oké, als we nu op de gaspedaal willen duwen, ja, als we blijven bootstrappen, dan gaan wij lineair groeien. Als wij ineens funding ophalen, dan kunnen wij daar een hockeystick van maken, bij wijze van spreken. En dan kun je iets meer op de gaspedaal drukken. Maar dan snapt het team dat, hebben ze ook al product market fit, hè, en de investeerders snappen dat dan ook. Dus,